Op deze manier incasseerde Peter Bos zondag de 1-0 nederlaag tegen PSV. En daarmee zo goed als zeker de uitschakeling in de titelrace. 3 dagen na het spektakelstuk tegen Schalke 04 bleek PSV uit een te lastige horde. Natuurlijk was ik teleurgesteld. Je stelt je daar toch veel meer van voor. Natuurlijk weet je dat je 2 dagen daarvoor 120 minuten erg diep bent gegaan. En dat het natuurlijk een rol zal spelen in deze wedstrijd. Neemt niet weg dat ik vind dat wij het beter kunnen doen dan dat we de eerste helft hebben laten zien. De eerste helft kwamen we niet in ons eigen spel. Wat denk ik voorwaarde was om uit de duels te blijven tegen PSV, die graag in de duels wilde komen. En dat deden we de eerste helft niet goed. Ik vond dat we dat de tweede helft beter deden. Maar goed, toen keken we tegen een 1-0 achterstand aan. En dat hebben we helaas niet meer weten om te zeggen. Ik vond dat ons middenveld te ver achteruit liep. Waardoor ze te weinig de spitsen konden ondersteunen. Die niet goed de druk erop kregen. En dan kom je uiteindelijk in grote ruimtes te spelen. Moet je uiteindelijk veel achter je eigen man aanlopen. En ben je ook meer vermoeid wanneer je uiteindelijk die bal wel hebt. En dan zie je dat we heel slordig balverlies leiden. De vraag is natuurlijk in hoeverre de vermoeidheid van de zware kwartfinale tegen Schalke doorwerkte in deze wedstrijd. Iets wat niet te meten is, maar natuurlijk wel een factor was. Ja, het is, kijk, dat heb ik gelukkig wel voor de wedstrijd aangegeven. Dat het onmogelijk is om volledig te herstellen in 2 dagen tijd. Dat kan niet. Dat is gewoon bewezen. Dus moet je met die omstandigheid zo goed mogelijk omgaan. Nou, daar zijn we, vind ik, in de eerste helft niet goed mee omgegaan. En of het dan alleen aan die vermoeidheid ligt of dat het ook andere reden, dat weet ik niet. Maar we stonden in ieder geval niet goed. Ze zeggen in topwedstrijden, wat dit natuurlijk ook is, het gaat om details. Zijn het dan die kleine details waar het dan aan ligt uiteindelijk? Nou, dit is natuurlijk geen klein detail. Maar ja, dit hebben we niet in eigen hand. Dus moet je mee omgaan. En dat hebben we er niet goed genoeg gedaan. Na de sletageslag in Gelsenkirchen was het de keuze tussen vastigheid en frisheid. Bos koos voor het eerste. Ja, voor de vastigheid te kiezen. Dat was de afweging. En er stonden toch 4 jongens op het veld die niet 120 minuten gespeeld hadden. Dus daar kozen we voor. Ja, en heb je daar lang over moeten twijfelen? Heb je daar veel moeten over praten vooraf met bijvoorbeeld de medische staf of het allemaal kon? Of was je daar redelijk snel uit? Nee, daar zijn we tot op de laatste dag mee bezig geweest uiteraard. Omdat je moet wel fit zijn om zo'n wedstrijd te spelen. Als je een blessure hebt en als je daardoor maar 95% bent, dan speel je niet. Maar je proefde ook iets in die groep dat ze wel heel graag wilden. En dat ze het gevoel hadden van, ja, ook deze wedstrijd willen wij winnen. En dus ja, het feit dat ze fit waren en zelfgretig waren, gaf voor mij de doorslag. De beslissende goal in de wedstrijd bleek uiteindelijk halverwege de eerste helft al te zijn gevallen. Een mooie vrije trap van Locadia, maar voor het duel misschien wel tekenend dat het zo beslist werd. Ja, misschien wel. Laat ik vooropstellen, ik vond van beide kanten geen hoogstaande wedstrijd. PSV speelde niet goed, wij speelden niet goed. En dan worden inderdaad die wedstrijden op de details beslist. En zij krijgen een vrije trap, rand 16, die ze binnenschieten. Wij hebben er ook een aantal gehad in die wedstrijd en scoren daar niet uit. Dus wordt uiteindelijk de wedstrijd beslist op zo'n detail. En is het dan een terechte nederlaag of kan je er wat dat betreft niet mee leven misschien? Nou, ik moet zeggen dat de eerste helft was voor PSV, vond ik. Daar waren zij dominanter. Ik vond dat wij dat de tweede helft waren. Beide ploegen, ja goed, dat PSV op het eind nog een keer zo'n kans krijgt als wij alles of niet spelen. Dat neem ik daar dan niet in mee, maar voor de rest hebben we beide niet heel veel grote kansen gehad. Meneer Rest kreeg nog een kans toen Zoet zijn goal uitkwam, waar we misschien meer uit hadden kunnen halen. Dat soort ballen moeten erin dan denk ik, hè, als je iets wil halen daar. Ja, dus er zijn nog wel een paar van dat soort kansen geweest, maar het was niet hoogstaand. Maakt het die nederlaag dan misschien toch iets minder pijnlijk, omdat je ook weer ziet dat Feyenoord wint, dat die gewoon eigenlijk blijven doen wat ze willen en dat die achtervolging misschien toch wel kansloos was geweest? Maakt het misschien ietsje makkelijker om mee te leven? Nee. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Het enige wat wij kunnen doen is onze wedstrijden winnen. En voor de rest moet je dan met een schuin oog naar Feyenoord kijken. Maar daar heb je geen invloed op. Maar waar we wel invloed op hadden, dat hebben we niet goed gedaan, want we hebben die wedstrijd verloren van PSV. En dat vond ik niet echt nodig. Alleen een wonder kan Ajax nog aan de landstitel helpen. En dus is het een harde klap dat deze prijs moet worden opgegeven. Met toch een heel seizoen ben je aan het vechten voor die titel. We hebben er eigenlijk altijd het hele seizoen tegenaan gehangen. Dan sta je een keer 5 punten achter, breng je weer terug naar 1 punt. Dus op die manier ben je er constant heel dichtbij geweest. En als je dan nu verliest en je komt op 4 punten met slechts 2 wedstrijden te spelen, ja, dan is de teleurstelling gehaald.